Waarom leg je hem nog steeds daar neer eigenlijk? Want je kan hem hangen, hè? Je kan dat dopje hangen, hè? Ja, ja, ja. Precies. Een hele goede middag allemaal. Welkom bij deze gloednieuwe vlog. Wij zijn Roderick en Karin. Karin en Roderick, ja, dat zijn wij. En het is vandaag alweer woensdag 20 januari 2021. Ja. En ik heb daar iemand liggen. Ik heb daar iemand zitten. Die vindt het leuk om te krabbelen. Daar heb ik iemand. En hier naast mij heb ik iemand. Jee. Het is nu alweer inmiddels alweer 1:30 geweest. En om 2:00 is de persconferentie. Dus ik wens jullie gewoon heel veel kijkplezier bij deze gloednieuwe vlog. Nou, Roderick is al even naar huis. We hebben samen de persconferentie gezien. En ik ben moe. Ja, ik kan heel veel mensen zeggen, ja, maar ik ben nooit moe. Maar ik ben dus wel moe, want ik ben ziek. Maar ja, dat weet ik. Ik heb ook een hele goede begeleidster, alleen ja... Ik ken haar nog niet zo goed. Rodi heeft het vandaag het stokje even overgenomen om even met haar te beeldbellen. Ik had er even geen zin in om vandaag haar te ontvangen. Mocht ik het vrijdag ook niet trekken, dan kan ik haar gewoon even appen. Dan komt ze ook niet. Maar ja, ik heb wel ook iemand anders ook uitgenodigd. Want dat is gewoon hulp. Dus dat is niet normaal bezoek. Dus... Ja. Ik ga zo voor Bigo even kijken wat ik daar allemaal kan doen. En ik doe even mijn stuurtje even aan de kant. Dan kan ik eventjes vlogs editen. Want anders hebben jullie morgen niks. Nee. Oh, overmorgen niks. Want ik heb voor morgen heb ik al klaargemaakt. Alleen dat moet nog even op YouTube. Dus ja, ik ga eventjes deze stuurtje weer even afkoppelen. En dan doe ik weer even die in de mand. En dan ga ik even vlogs editen en even kijken hoe lang ik het trek op Bigo. Ja, ik ben moe. Ik zie er niet uit, ze voelt het. Ik ga vandaag ook vanavond lekker onder een dek. Rekeningen betalen moet ook gebeuren. Nou, Roderick die zou hier rond 6:00 zijn. Dat is hij dus nu niet. Dus hij slaapt dus nog. Dus ik ga hem lekker wakker maken. Dus ik ga die kant op. Alleen dan moet ik even mijn andere vestje uitdoen. Anders gaat het dus niet werken vanzelf. Nee, anders gaat het dus allemaal niet werken. Nee. Ik moet deze uitdoen. Want zo'n ding, die zit namelijk ook al in mijn andere jas. Als ik die. Dan laat die heen. Dan ga ik richting Rood toe. Eens even kijken of hij wakker is die helft. Nee. Wat ik wel hoop. We zouden ook nog even naar de Jumboot. Dus ik wil nog even naar de Jumboot. Ja, maar hoe is hem deze straks zo? Leed, geef je ook even de gang op, meis. En dan neem ik gewoon even alles mee. Dames, kom even op de gang. Leto, kom. Gang op, kom. Edi, kom. 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 Gang op, kom. Kom. Bolle, liefie, kom. Even op de gang, kom. Mama gaat even op de baas. Wakker maken. Kom. Op de gang. Mama neemt ook gelijk tasjes mee en de autosleutels mee. Ja, mouw, ja. Zometeen. Dus dat. Ik ga nu richting Rodes. Ik ga Rood wakker maken. Alles wat ik op de haak doe. Ja. Zometeen. Straks. Als ik weer thuis ben. Ja, zometeen. Huissleutel is niet onbelangrijk. Oh nee, ik zit niet lekker in mijn vel. Nog steeds niet. Autosleutels van beide. We zijn zo terug. Tot later. Zometeen. Tot straks. Doei doei. Ja, dit moet ook weer gebeuren. Als je nog het liefst het weekend nog weg wil.
Zal dit moeten gebeuren vanzelf. We hebben nog weer wat boodschapjes gedaan. Vult. Ik heb het nog net even nagevraagd. En bij Tim. Onze lieve Tim. Hm. En Roze van het tanken. Kijk, daar zie je hem. Ja, dat moet ook gebeuren vanzelf. Hè. Dus ja. En nee, ik zit nog steeds niet lekker in mijn vel. Mijn begeleidster Karin, die weet er al wel van. Ik kan het wel zeggen, want Roderick die heeft het stokje even overgenomen met bellen. Waarom leg je hem nog steeds daar neer eigenlijk? Want je kan hem hangen, hè? Zeg je? Je kan dat dopje hangen, hè? Nee, ja. Nee, ja, oké. Okay. Ja. Precies. Qua liters hebben wij nu in onze tank 25,68 liter. En er zat nog wel een beetje in. En bedrag €40,81. Ja. En daar kunnen we lang mee doen eigenlijk, moet ik zeggen. Bijna. Nou, een rit Den Helder op en neer. Was het in het begin helemaal leeg? Was leeg, leeg, leeg. Al heen. En nu dan zitten we nog zo wat bijna op de helft van de tank. Ja, ik wil gewoon nog het weekend even naar mama toe. Het liefst even nog vrijdagavond of zo. Ik even kijken hoe ik me voel. Om 3 uur dan krijgen we bezoek. Nou, als we dan ongeveer even nog weggaan in de avond. Ik heb mama ook even mijn telefoon bekijken. Vind ik leuk. Mama die krijgt ook nog een telefoon, wanneer weet ik niet. Maar ja, ik ga weer sluiten. Jullie zien me straks wel weer. Dus dat.